Hallo en welkom bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. Met deze keer weer City Skylines, waar me meteen iets heel aparts opvalt. Om een of andere reden heeft dit een probleem. Oh, ik heb hem net uitgezet. En op een of andere reden geeft hij als een probleem dat hij gesloten is en niet kan werken. Ik begrijp dat hij gesloten is. Ik begrijp dat hij niet kan werken. Ik heb hem namelijk uitgezet. Handig, hè? Nou ja. Dat is blijkbaar een probleem. Hij is ook vol natuurlijk. Maar we hebben toch een ander... Ja, hier. Hoe vol is deze? 37%. We moeten even kijken wanneer... Oh, laat ik hem even op play zetten. En lokken we hier de... Ja, oké. Okay. Hoeveel zijn dit er? 6500. Dus we moeten eigenlijk gewoon zorgen dat we 6500 mensen in onze stad krijgen. En dan is het goed. Dit is een mooi dorpje geworden, mooi stukje. We hebben wel demand, dus we kunnen eigenlijk aan deze kant ook wel beginnen met een stukje mensen. Een stukje mensen, ik weet het ook niet. Hoe gaat het met het openbaar vervoer? Openbaar vervoer? Zo open je die niet. Hier ergens zit openbaar vervoer. Het openbaar vervoer. Oh, dat is alsnog, nou ja. 71 per week. Dat is een mooi begin. Volgens mij hebben we hem nog niet zo heel lang. Hij staat hier lekker. Verbindt alles met elkaar. En als het goed is, zijn er binnenkort geen auto's meer in gebruik. Ja. De metro gaan we later nog wel een keer doen. Dat kunnen we nu volgens mij nog niet eens. Kunnen we op de metro? Nee, ja? Nee, oké. Ik denk dat we eerst even... Het is een tijdje geleden dat ik dit voor het laatst heb gedaan. Dus we gaan even alle dingen af. Dat zit nog goed. Zit nog goed. Ja, nou, daar zit het nog goed. Dus dat is mooi. Education, dit is goed. Ja, hier hebben ze geen high school. En ik heb sowieso nog geen universiteit. Ik moet even kijken of ik hier een high school neer kan ploppen. Ik moet sowieso nog een tweede high school hebben. Oké. Ja, boeit me niet zoveel. Dit is goed. Dat is redelijk. Dit is... Oké. Oké. Levels, boeit me niet. Dit boeit me ook niet. Traffic is belangrijk. Dit is wel belangrijk. Hier moet ik naar kijken binnenkort. Dat heeft te maken met de bussen die niet goed gaan. Pollution. Ja, dit stuk. Dit stuk. Hier is niks geks aan de hand. Hier nog nooit. Oh, wacht. Ik moet even een setting veranderen. Ik kan mijn muziek nog aanstaan van het spel. Gelukkig was er even niks bezig. Ik weet niet of dit copyright de muziek is. Ik denk het wel. Oké, mooi. Brandweer. Oké, hier heb ik ook een geplaatst. Het kwam net niet helemaal hier. Maar ik denk dat ze er wel op tijd zijn als het nodig is. Crime. Niks aan de hand. Transport had ik al bekeken. Oké, mooi. Outside connections maakt me ook niks uit. Landfill, joh, wel. Hier kan ik nog een park neerzetten. Oh, dit is omdat er naast het water zit. Is het automatisch een hogere landfill, joh. Dat is wel cool. Dat is wel grappig. Dat is wel mooi. Boeit me niet. Oké. Street square. Het is wel een vierkant. En zijn straten. Oké. Oh ja. Oh, ik heb hier parken staan trouwens. Oké. Cool. Wat is dit? Terrain uit. View. Sorry. Heel lood is. Afvoering kennis van mij. Kanalen? Is dat een mod of is dat er tegenwoordig nieuw in? Ik ga vanuit dat dit een mod is. Ik heb het daar niet meer gespeeld. Het kan zijn dat dit gewoon in het spel zit. Maar ik kan me niet van herinneren, dat sowieso. En ik kan me ook niet herinneren dat ik er een mod voor heb geïnstalleerd. Wacht hier. Dit is een landscape mod. En ze hebben landscaping toegevoegd. Oké, dat is cool. Maar goed, nu kunnen we beginnen met... Oh, wacht even. Hij begint te dalen. Omdat hier de mensen gaan wonen. Maar goed. We kunnen alsnog het gebied hier een beetje uitbreiden. Ik denk dat ik hier... iets creatief te werk wil gaan. Ik wil eigenlijk hier beginnen, recht tegenover. En even kijken, wat is dit? Wat? Wat is dit dan? Is dit anders? Oh, dan verander je hoeveel die per keer omhoog gaat. Ik heb dit veel te lang niet meer gespeeld. Echt veel te lang niet meer. Maar goed. We gaan hier in een... rondje naar boven. Zo. Zo, denk ik. Ja, en dan zo. Oh, dat komt niet uit. Hoeveel is dit omlaag dan?
1, 2 en een beetje. 1, 2. Zoiets. Kut. Misschien zoiets. Nope. Zoiets. Nee, dit gaat hem niet worden. Dus deze gooi je gewoon rechtdoor. Die eindigt dan hier ergens. En die gaat dan recht naar... Oh. Ja, die komt niet recht uit blijkbaar. Stukje weg hier, stuk eraan. Oh, trouwens. Ik kan dingen vertellen en zo. Wat zou ik eens vertellen? Oh, wat leuk. Wat toevallig. Ik ben vandaag jarig. Dat is wel gezellig. Ik weet niet welke dag ik dit upload. Dus voor het geval dat ik dit pas later upload. Ik was 7 april jarig. Ik denk dat ik het wel op tijd upload. Zodat jullie dat nog meekrijgen hoor. Maar goed. Dat weten jullie al. En ik weet het nog niet. Even kijken. Hoe kan ik dit leuk doen? Is het er wel grappig uit? Dan kom ik hier vandaan. Zo. Hier omhoog. Dit gaat... Echt door. Kom op. Ah, één korter. Even kijken. Zo. Ik bedenk me nu pas dat ik mijn City Skylines gelijk uit heb staan. Gewoon echt gewoon volledig uit. Ja. Zet snap ik even uit. Ik ga zo meteen mijn City Skylines geluid weer aanzetten, denk ik. Hij moet misschien heel kort... Zo, dan rechtdoor. Hier, omhoog, kom op. Shit. Zal deze nou eerst weghalen? En dan hier met de brug beginnen. En die zo omlaag gooien. Ik wil altijd nog mooi maken. Mijn vraag is alleen, gaat dit passen? Ja, maar ik wil hem eigenlijk met een rondje gooien. En dan dat hij wat hoger uitkomt. Nee, met een rondje, zei ik. Dat betekent dat hij draait. Zo. En dit is natuurlijk een hele rare knik. Maar we hebben nu wel het beginstukje. Zo. Dit stuk gaat sowieso recht. Daar is geen twijfel over mogelijk. Zo. En dan kunnen we hier. Misschien een bocht. Hij komt hier eigenlijk al recht uit, denk ik. Zo dan. Dat is wel oké. Dit is de hobbelbobbelbrug. We hebben de hobbelbobbelbrug. 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 Wauw, dat kan ik niet. Oh, dit is jammer. Dit is heel jammer. Maar er kunnen gewoon huizen staan, dus het is wel oké. En dan wil ik hier, denk ik, nog één stukje toevoegen. En dat loopt dan zo. Het is een heel apart stuk weg. Deze kan hier nog wel op aansluiten. Zodat het niet helemaal dicht loopt. Ja, zo is wel leuk. Zo. Oké. Hoeveel van de services lopen hier over? Brandweer loopt over. Helft niet. Die moeten nog een keer neerzetten. Hier is wel mooi. Oh, hier is wel mooi. Politie? Ook niet. Moeten we ook nog een keer neerzetten. Kunnen we meteen... Oh, hier zit het... Ik heb geen one-ways gemaakt, of wel? Nee, even kijken. Wat is handig? Deze wil ik één kant op hebben. Welke kant gaan we? Ja, ik wil hem hier naar. Ja, oké. Die kant op. Zo. Ja. Die. Andere kant op. Die. Hier kan je alleen die kant langs. En ik denk dat dit gewoon de... Die naar buiten wordt. Dus... Ja, maar je moet hier op zien... Even kijken. Deze wordt één kant die kant op. En hier kan je twee kanten op. Kan je hier kan omdraaien. En hier kan je dan mee terug. Zo. Dus hier loopt één kant die kant op. Kan je zo terug op deze. Deze loopt alleen die kant op. Dus je komt zo naar boven. Kan je zo hier omheen. En deze loopt zo helemaal. Deze loopt vanaf hier. Dus dat is als je hier vandaan komt. Deze loopt zo door. Deze loopt zo one way. Kan deze ook one way? Want hier komt... Ja, deze kan ook één kant op. Dan wel het liefst die kant op. En ik denk dat ik deze buitenring twee kanten hou. Voor als je vanaf hier zo... Nee, dit kan ook één kant op. Klopt dit zo? Die moet andersom. Zo. Die moet dan ook andersom. Even kijken.
Deze is twee kanten op. Zo, nee. Van vier hier naar kan, maker ook. Dit moet kloppen. Ik heb de mond niet meer met dat pijltje. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, dit zou moeten kloppen. Even kijken. Heb ik dat ding nu wel handig geplaatst? Als ik hem hier zou neerzetten. Nee, niet echt, hè. Dus deze mag verplaatsen. Heeft hij hier... Hier heeft hij alles. Maar niet dat stukje. Dan moet hij... Hier... Ik denk dat hij hier het beste staat. Zo hebben we eigenlijk bijna iedereen. Dat is zo niet waar. Dat is echt totaal niet waar. Dit stuk hier hebben we nog niet. Als ik hem hier neerzet. Zo dan. Dat moet werken. Verder. Nou ja, dat moet maar. Politie heb ik nog niks van neergezet blijkbaar. Ja, dit is goed. Education. Sowieso ook weer nodig. Oh ja, deze kan natuurlijk van de andere kant. Omdat je met de schoolbus aankomt. Hier is wel mooi. Dan hebben ze niet helemaal education, maar goed. Daar kunnen we altijd nog stationnetjes voor toevoegen. Water. En de elektriciteitskabels repareren. Dat is alles wat we hoeven te doen. Ik volg gewoon even de weg. Dat is het makkelijkste. En hier nog één tussendoor. Zo. Oh, en hier nog één tussendoor. Gezellig video dit zo zonder geluid. Laat me nu even mijn City Skylines geluid aanzetten. Oké, ik heb het geluid zachter gezet. En meteen wat belangrijke stukjes gezoond hier. Dat die eerst bewoond worden. Daarna kijken we wat er gebeurt. We moeten even goed kijken hoe sterk de demand is. Het is een hele grote kans dat dit een klein demand is. En dat je met de klaarhuizen klaar bent. En dat alles weg is en dat soort stuff. Dit is... Oh, dat. Ik zag hier een waarschuwing of zo. Nee? Oké. Even kijken. De demand daalt vrij snel. Ik denk dat als we alleen maar deze buitenstring meenemen... We echt een heel eind zijn. Waarom krijgt die geen elektriciteit? Zou die wel moeten krijgen. Als we gewoon de buitenste ring meenemen nu, zo. Dan zou een heel eind moeten komen met dit demand. Oh ja, oké. Het demand is weg. We kunnen nog wel wat stukjes winkel toevoegen. Even kijken. 4x4 wil ik die. Ja, haal dit dan weg alsjeblieft. Als ik met blauw kom wil ik eigenlijk wel dat je hem vervangt. Hier op de hoek mag er eentje. Hier wil ik er nog wel eentje hebben. En dat zijn er 5. 4x4 dingen overal. En dan wil ik er... Heb ik hier ergens ruimte? 3. Was heel mooi geweest. Ik wil hem hier niet neerzetten, want dit is echt gewoon midden in het winkelcentrum. Gooi hier nog wel een van 2x2 en hier een. Wel 4 diep trouwens. Volgens mij zijn de winkels die zo groot zijn. Oké. Dan zou meteen een demand voor commercial wat moeten laten dalen, zodat het hier ook meteen goed gaat. Ik heb de waterpijp al neergelegd. Ja, dat klopt. Garbage heb ik hier nooit getest. Ja. Als we die incinerators hebben, moeten we hier in de buurt een neerzetten. 6500 hebben we daarvoor nodig. Maar dit gaat lekker zo. Zijn er enige problemen hier in de stad? Nee, dit rijdt lekker door. Het is hier wel heel erg druk. Maar het rijdt door. Ja. Gaat net niet fout. Gaat lekker door. Dus dat is mooi. Dan rijden ze hier de snelweg op. Ik vind dit zo'n ontzettend mooi gezicht, hè. Al die auto's die hier rijden. En ze rijden gewoon door. Weet je hoe mooi het zou zijn als dit in Nederland zo zou zijn? Als alles en iedereen gewoon door kon rijden. Oh, dit is minder. Dit is een belangrijk kruispunt blijkbaar. Ik zag het hier ergens laatst. Ja, hier staat het steeds stil. Dat is het busstation hier. Het is waarschijnlijk veel te overbeladen met bussen. Even kijken, bussen. Hoe zit dat? Ja, hier komen 3 bussen langs. Waarom rijdt iedereen hier langs? Waar gaan die heen? Die gaan het gebied hier bevoorraden. Misschien is daar een hele makkelijke oplossing voor. Wat nou? Als we... Even kijken. We strekken dit zo door. Ik wil hem eigenlijk... Gaan we hier omhoog. Kom op. Shit. Dit wordt een lelijk ding blijkbaar. Ik accepteer het wel. Zo.
En dan... Zo. Dan maken we die one way, zoals je hoort. Alles is one way. Dit is nu een heel irritant kruispunt. Nee, ik wil het toch niet hebben. Ik wil hem omhoog hebben hier. Kan ik er een lager niveau omhoog? En kan hij dan over de weg heen? Kom op. Nee, hè? Is dat omdat die... Nee, dan is het te laag. Er moet toch genoeg ruimte zijn om die weg omhoog te krijgen? Nee, helemaal dan. Slope too steep. Dat is echt heel zonde. Hoe schuin moet ik hem trekken? Even niet snappen, alsjeblieft. Heb eens. Oh shit, ik bewoog terwijl ik hem neerzette. Nou ja. Hij is wel oké. Okay. Dan recht. Nee, hè? Nee, dat had ik al niet verwacht. Kan hierheen? Ja, dat gaat er heel raar uitzien. Ik gooi hem hier wel gewoon naar beneden. Ernaast. Ja, ik heb snapping uit, alsjeblieft. Soms moet ik zo om mezelf lachen. Ik kan hem wel. Zeg dat ik hem schuin omlaag doe. En dan. Zo. En dan met een rechte weg terug hierheen. Zullen ze dit gebruiken, is de vraag. Dit is one way, toch? Ja, oké. Okay. Dan kan dit ook one way zijn. Dat scheelt me weer heel veel gekloot. Ik reed graag naar one way. Welke kant is dit de goede kant? Volgens mij wel. En laten we hopen dat ze dit gaan gebruiken om het gebied hier te bevoorraden. Ze komen alleen niet bij deze dingen. Dat is een beetje jammer. Nou, dat kan wel. Hopelijk is dit sneller. Als dit een kortere weg is, gaan ze dat doen. Het is een beetje jammer van dit stukje hier. Maar als dat kunnen we altijd nog veranderen. Het gaat er nu meer om of dit werkt of niet. Zij zullen nog niet weten dat dit kan. Dus we zullen het nog niet gaan doen. Maar als het goed is, auto's hierna wel. En dan staan die auto's niet tussen. Zijn het alleen bussen die hier langs gaan. Want al deze dingen... Ja, hier zijn natuurlijk ook nog dingen die bevoorraden. Maar heel veel gaat hierin, denk ik, van alles wat er staat. Deze allemaal ook. Die staan hier tussen. Dit is de witte lijn. Dit is de witte lijn. Modify lijn, denk ik. Er zijn veel te veel bussen op de witte lijn. Oké. Okay. Bus. En dan wit. Alsjeblieft. Die hebben. Hoe doe je dit? Ik wil eigenlijk gewoon een aantal bussen weg hebben. Hoe doe ik dit? Of moet ik dan naar bus gaan? Bus, klik ik. Die. En dan hou ik hem op dezelfde plek. Ik heb nu de witte lijn geselecteerd, of niet? Nee. Hoe doe je dat? Want er zijn veel te veel witte bussen. Hier heb je modify lijn. Je denkt, modify lijn. Nou, oh hier. Oh. Dat scheelt. Hij heeft zo ontzettend veel stops. Deze lijn. Ja. Weet je wat? Ik ga offscreen nog wel even kijken hoe ik de bus kan oplossen. Momenteel moeten we even kijken hoe het hier gaat. We hebben nog steeds demand. Dus we kunnen nog wel wat meer huisjes plaatsen. Weet je wat? We gooien dit gewoon helemaal vol. Oh, we hebben hier trouwens nog geen district van gemaakt. Dat is een beetje jammer. Laten we het nu even doen. District. De kleinste alsjeblieft, zodat we vanaf de wegen kunnen rekenen. Oh shit, dat is jammer. We hebben die huizen daarbuiten nog natuurlijk. Nou ja, deze lijn hier zijn recht. Oh, bijna recht. Bedoelingen natuurlijk. Zo. Iets grotere. Alles hier binnen op te vullen.
Zo. En hier heb ik nog net wat meer over. Hoe steady is mijn hand? Dat vind ik best oké. Dat vind ik best oké. En deze noemen we dan Hobble de Bobbel. Omdat er een Hobble de Bobbelbrug in zit. Zo. Wat voor policies heeft dit ding? Helemaal niks, denk ik. Nee. Ik wil hier eigenlijk wel een heavy traffic pan. Nee, want we hebben daar winkeltjes in staan. We kunnen wel een smoky pan. Ja, dit zijn onze hele grote... Oh, is het nu een city policy? Op zich is dat niet verkeerd. Geen gerook in mijn stad. Is de nieuwe slogan van deze stad. We hebben meer industrie nodig. Kunnen we hierbij proppen? Even kijken. Hoeveel ruimte is hier nog voor industrie? Dit zijn hele rare stukjes die niet gezoond zijn. Dit moet. Dit hele stuk zo. We kunnen hier nog een hele lap bij gooien. Wil ik aan deze weg zo'n... heb ik al gedaan, dus ik vind het wel oké. Deze weg willen we vrij houden. Deze hele weg moet helemaal vrij. Dit is een beetje industrie. We moeten binnenkort maar een nieuwe industrie maken ergens. Ik denk dat we hier nog wel eens kunnen. Met de industrie. Als we hier nog een zijweg van maken, kunnen we nog wel meer industrie in gooien. Laten we dat meteen doen dan. Hier ook. Dan gaan we dit nog doen. Even. En dan zijn we klaar. Deze wordt heel simpel zo. En ongeveer. Ik denk dat hier. Hier één keer omhoog. Redt hij dat nou net niet? Moet hij van leren. Dit is de rechte lijn. Oh, dit gaat heel irritant worden. Oh, wacht. Dit kan ik veel makkelijker doen. Zo. Page up. Ik wil wat ruimte overhouden als ik dit ga upgraden. Zo. 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 En waar moet ik precies heen? Kan ik hem hier rechtop zetten? Ik denk dat het makkelijkste is. Dus we gooien even 1, 2. 1, 2. Is dat een te krappe bocht? Nou ja. Dan gaan we hierheen. En dan doen we dit. Iets verder nog. Zo. Niet helemaal de bedoeling. Niet helemaal de bedoeling. Oh. Nee. Jij. Hier weg. En die weg. En dan van die. Naar die. Nee, niet helemaal. Er moet sowieso één verder. Beetje daar. Nee, één. Eén vooruit. Oh. Weer niet de bedoeling. Ik kan dit. We moeten gewoon even geduld met me hebben. Dit zou moeten zijn. Beetje down. Nee. Gooi ik dit even weg. Dit moet even goed. Dit moet even goed. Welke hoogte? Ik denk dit. Dan zover. Hij kan tot hier. En dan. Merkt iemand dat dit scheef loopt? Ik merk het niet, vind ik. Dit loopt niet scheef, hè? Nee, dit is kaarsrecht. Kaarsrecht, oké. Oh, upgraden naar one way. Even kijken, waar is de one way? Tot dan hier. Zo. Ik had hem meteen even one way moeten maken, natuurlijk. Maar goed, daar denk je niet altijd aan. Dat kan helemaal. Oh, andersom alsjeblieft. Ja, die komen dan samen hier. Dit kan een heel erg druktepunt worden. Daar moet ik goed op letten. Maar goed. Dan kunnen we hier straten in gooien. Hele simpele one ways allemaal. Want hier komt één straat. Zo. Die ze allemaal terugleidt. Die gaat de andere kant op. En dan komen hier. Hier allemaal straatjes. En gewoon recht naar de overkant. Eén verder. Kan ik hier alles tegelijk nemen?
Ik denk dat 2 dubbel het mooiste is. 4 2 dubbel. En heb ik daar 3 en daar 2 dubbel. Dan is het middelste vak even wat smaller. En dan kunnen we hier alvast een nieuwe lijn gaan zonen. Die is niet nodig, denk ik, helf. Brandweer wel. Ja, dat heb ik daar nu niet. Ik heb hier sowieso te weinig brandweer. Ik moet hem aan deze straat plaatsen. Ik kan hem hier wel neerzetten. Oh, wacht. Ik moet hem hier neerzetten. Zo, dat is goed. Politie hoeft volgens mij ook niet. Volgens mij niet. Dus alleen die. We moeten binnenkort onze buslijn aanpassen. Maar dat moet sowieso gebeuren. Ik ga offscreen dit fixen. Dat is een klein probleem. En zorg ik dat alle buslijnen aangepast zijn op dit nieuwe industrieterrein. En dit nieuwe leefgebied. Daar zijn ze gestopt met intrekken, denk ik. Ja, de winkels zijn er wel. Dus dat is mooi. En dan kunnen we volgende keer mooi verder. Als ik dat allemaal heb geregeld. Als ik de vorige episode zei dat ik de volgende episode iets zou fixen. Dan spijt het me dat ik dat niet heb gedaan. Maar ik heb er niet meer over nagedacht. Tijdje geleden. Ik had geen zin om de video terug te kijken. Wordt deze weg nou gebruikt? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Oh, er zijn mensen die hem gebruiken. Oké, ja, ja. Wil ik even kijken wat die allemaal gaan doen. Dit is het laatste dingetje dat we kijken. Wat gaan jullie allemaal doen? Jullie gaan wel die kant op, maar moeten jullie hier ook zijn? Is mijn vraag dan. Want dan vind ik het nog wel oké. Neighborhood shop. Drugstore, pharmacy. Drugstore, pharmacy. Wauw. Waar gaan ze heen? Dan gaan ze naar het onderste gedeelte, denk ik. Van alles hier. Ja, die gaat daarheen. Oké, dus voor het bovenste gedeelte gebruiken ze deze al. Als ik deze rechtdoor kan trekken, zullen ze misschien wat meer doen. Ik moet even kijken hoe ik dit ga oplossen. Die dingen ga ik offscreen doen en dan zie ik volgende keer terug. Dus, oh, wow. Hebben ze wel elektriciteit? Oh ja. Door dit ding hier en dit trouwens. Oké. Oké, dan is het goed. Dus vond deze video leuk? Doe dan vooral even een groen duimpje. Reageer omdat kan, niet om moet. Vergeet het niet te delen met iedereen die wel en niet kan. Dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. In ieder geval, later.